Na 35 jaren is het nog steeds onduidelijk waarom 3 politieagenten op 20 maart 1987 zijn vermoord bij de politieposta Manrejo. De nabestaanden en Stichting 8 december 1982 willen dat dit gebeuren van schending van mensenrechten niet in de doofpot belandt. Op 20 maart 1987 zijn inspecteur van politie Jules Bagroof, brigadier van politie Eugène Olibera en agent van politie Rabinder Ramkisun Robin Pandey mishandeld en daarna doodgeschoten op het politiebureau van Tamarejo. De nabestaanden hebben na al deze jaren geen duidelijkheid kunnen krijgen. Op een gisteren gehouden herdenkingsdienst en bloemenhulde hebben de nabestaanden gedeeld hoe zij zich voelen na al deze jaren. Middels deze herdenking willen wij ervoor zorgen dat deze 3 agenten voor de mensen die ze vergeten zijn of ze niet kennen en daardoor niet weten wat ze voor het land Suriname betekend hebben, weer een gezicht te geven en te krijgen. De gebeurtenis van 20 maart 1987 begon voor ons als een film. Maar dan een hele nare film zonder happy end. Chu Blackroot, die op 41-jarige leeftijd aan ons midden is gerukt, was onze vader, opa, mam, broer en oom. Chu Ronald John Blackroot is er niet meer. Hij is veel te vroeg van ons weggenomen. En vooral de manier waarop doet onbeschrijfelijk veel pijn. Zijn nagedachtenis is die van een sterke man. Hij was rechtschapen, eerlijk, onbevreesd, sterk en ervaren in zijn werk. En daardoor ook geliefd en gerespecteerd. Robin wordt herinnerd als vrolijk, optimistisch persoon die veel het welzijn van de burger verdedigde. Robin, politieagent eerste klasse, moest vanwege de dienst naar Tamarejo, waar hij met zijn gezin, vrouw en een dochter van 3 jaar in een dienstwoning zijn intrek deed. Niet ver van hier. In de nacht van 20 maart 1987 werd de rust in het huis van Robin. Sunil Umrao Singh, voorzitter van de stichting 8 december 1982, zegt dat de stichting, als voorvechter van mensenrechten, het als een plicht ziet een bijdrage te leveren. De 3 vermoorde agenten noemt hij helden, die moeten worden herinnerd. De laffe wijze waarop deze 3 agenten om het leven zijn gebracht is afkeurenswaardig. Politiemannen die uit hun bed werd gelicht, in onderkleding, vernederd door een moordcommando en naar de politiepost werden gebracht. 2 politiemannen die al op de post aanwezig waren, zagen kans te ontvluchten, waardoor het dodental gelukkig niet hoger was. 1 der gevluchte slachtoffers heeft in een procesverbaal die werd opgemaakt door de politie in Paramaribo het volgende verklaard. Ik liep een schamschot op onder mijn oog. Ik wilde me besmeuren met het bloed van Pandey, zodat de mannen bij terugkeer zouden denken dat ik dood was. Hij vervolgt door te zeggen: het moordcommando gekleed in groen militair tenue doorzochten de politiepost, mishandelden de politiemannen en schoten ze vervolgens dood. Umrao Singh zegt dat het onderzoek naar dit gebeuren na 2 verklaringen van andere slachtoffers is stopgezet zonder duidelijke reden. Hij geeft aan dat in Suriname sinds 25 februari 1980 veel mensenrechten schendingen hebben plaatsgevonden. Op enkele na is er geen gedegen onderzoek gedaan, waardoor er ook geen vervolging heeft plaatsgevonden. Deze herdenkingsdienst had als thema herinneren.